Het is inmiddels meer dan een half jaar geleden dat de Russen de Oekraïnse stad Kherson hebben bezet. Volgens inwoners is sindsdien alles veranderd. Oekraïners voelen zich bedreigd nu de Russen er de dienst uit maken. En daarom zijn er nog elke dag vluchtelingen die het bezette gebied verlaten. De eerste veilige plek is in hun ogen Zaporizhia. Weliswaar niet bezet door de Russen, maar wel een stad in de frontlinie. Onze correspondent Jeroen Akkermans zocht ze op. De eerste opvang is op een afgelegen plek onder de grond. Dagelijks druppelen vluchtelingen binnen. De familie Glushenko komt uit Kherson, de stad die al 6 maanden in Russische handen is. Sasha, Tanja, Vanya, Оля, Оля, Lila. Когда мы увидели первый украинский флаг, это был первый знак, что мы всегда на Украине. Tranen van geluk, maar het gezin is verscheurd. We wilden dat papa ging, maar omdat ze Russen waren, zouden ze hem niet laten. We hebben met z'n allen gezeten en zijn zonder papa. De vluchtelingen die hier aankomen hebben het over een Russische bubbel waarin ze leefden. Там даже симки уже российские, у нас ни связи нету, мы не позвонить не можем, ничего. Потому что у нас нет связи, у нас они все забрали, все провели свое кидают. De kinderen van Kherson kunnen alleen naar een Russische school. En met het nieuwe schooljaar voor de deur, reden voor veel gezinnen om na 6 maanden alsnog te vertrekken. Так как они считают нас нацистами, значит они будут моему ребенку вбивать в голову, что Украины как нации не существует, тут одни нацисты и так далее и тому подобное. Я не хочу, чтобы мои дети вообще это слышали. Поэтому только выезжать. Het is de bedoeling om in de schuilkelder even op adem te komen, maar rust is de bewoners vandaag niet gegund. Zojuist is een Russische raket laag overgevlogen. Voor de vluchtelingen die hier in een schuilkelder zijn ondergebracht, is de paniek groot. Проверьте, мама, проверьте детей. Там, где я жила, это часто бывало. Я переселенка, такая же, как все здесь. Ze wordt opgevangen door een psycholoog. Это постоянная тревога и ощущение, что нет безопасности. Een doorreis naar Nederland is heel even overwogen. Я понимаю, что там очень нас хорошо принимают, очень нам помогают. Но понимаете, дома есть дома. De hoop terug naar Kherson te keren is groot, maar pas als de stad weer in Oekraïense handen is.